Hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wil het vandaag eens hebben over het huwelijk. Trouwen, je weet het wel. Mensen trouwen wel eens en ze scheiden ook wel eens. Maar goed, laten we het vandaag eens hebben over het huwelijk. Hoe denk ik over het huwelijk? Zou ik ooit willen trouwen? Weet je, daar twijfel ik wel eens aan. Want soms denk ik wel eens bij mezelf van, ja Wouter, trouwen is toch onzin? Trouwen hoeft niet, je kan ook van elkaar houden zonder dat gedoe met dat trouwen en zo. En dat kost ook nog heel veel geld. En je moet allemaal mensen uitnodigen. En je moet een geschikte dag vinden. Mooie zomerdag, dat niet regent. En allemaal gedoe, je moet een taart kopen. Je moet voor een pak zorgen. Een jurk voor de vrouw. Ja, het is allemaal wel gedoe. Dus dan denk ik bij mezelf eens van, ja weet je, trouwen is niet nodig. Trouwen is rouwen. Maar aan de andere kant vind ik trouwen ook wel iets moois hebben. Ik weet niet wat het is, maar zo'n bruiloft, zo'n feest, ja, het heeft wel wat. En om dan te zeggen, mijn vrouw, dat klinkt ook wel weer leuk, dat ik het heb over mijn vrouw. Dus, in dat opzicht, ik twijfel er wel aan of ik wil trouwen, of niet. Want misschien wil ik wel alleen een relatie, maar misschien vind ik trouwen ook wel leuk. Weet je wat ik doe? Ik laat de beslissing later gewoon aan mijn vriendin over. Als mijn vriendin zegt, zullen we trouwen? Dan gaan we trouwen. Maar ik zou zelf niet ten huwelijk vragen. Oké, misschien is dat niet helemaal zoals het hoort. Want de man hoort natuurlijk zijn vrouw ten huwelijk te vragen. Maar ja, tegenwoordig doen we toch alles anders. Dus ja, Wouter hoeft niet alles hetzelfde te doen zoals elke man, toch? Wouter is altijd een beetje anders geweest dan iedereen. Dus zijn huwelijk is waarschijnlijk ook anders. In plaats van dat de man de vrouw ten huwelijk vraagt, vraagt de vrouw de man ten huwelijk. Een keer andersom. Heel veel mensen zijn het niet meer mee eens. Maar ja, ik zou zelf niet snel iemand ten huwelijk vragen. Daar heb ik het lef ook niet voor, hoor. Maar ja. Maar goed, aan de andere kant. Zou er een vrouw bereid zijn om met mij te trouwen? Ik denk het eigenlijk niet. Weet je, heel vaak is met vrouwen. Een vrouw kan nog geen 10 seconden naar mij kijken. En schrikt al. Als een vrouw mij ziet, dan is het gelijk. Kan dat weg? Kan dat weg? Kan dat lelijke hoofd weg of zo? Ja, dat zeggen ze niet, maar dat denken ze dan. Ik ben namelijk goed in gedachten lezen. Ja, of niet, ik gok maar wat. Maar misschien denken ze dat wel. Misschien dat ze wel denken van, oh, wegwezen Wouter. Zou best kunnen. Want waarom heb ik ook geen vrouwelijke kijkers? Of vrouwelijke volgers op Instagram? Omdat die kop van mij zo afschrikt. Dus, ja. Dan wordt een huwelijk ook wel moeilijk. Als ik niet eens vrouwelijke volgers kan krijgen, hoe kan ik dan een vrouw krijgen die met me wil trouwen? Dus ja, ik zou wel willen, of ook al zou ik willen trouwen, niet per se dat ik het wil, het is bij mij nog een twijfelaar, maar ook al zou ik het willen, dan moet ik nog zo'n vrouw krijgen die in staat is met mij te trouwen. Een vrouw die een man leuk vindt, die video's maakt op YouTube, elke avond bier drinkt. Ja, misschien dat ik dat dan wel wat minder doe, omdat ik dat dan niet meer nodig heb. Als ik een vrouw heb, dat ik dan wat minder ga drinken. Dus misschien zou dat ook wel goed zijn. Misschien eigenlijk wel. Als je dan getrouwd bent, dat ik dan meer let op mijn drankgebruik. Dus dat ik ook wat gezonder ben. Of niet? Ja, ik weet het niet. Het zou best kunnen. Maar ja, dat is voor later. Dat weten we nu nog niet. Maar toch, dat trouwen, ja. Maar ja, aan de andere kant, stel ik zou wel trouwen. Mijn relaties zijn nog nooit echt goed afgelopen. Dus stel ik zou wel trouwen, dan zou het waarschijnlijk de kans zijn dat ik binnen een jaar weer ga scheiden. Dat die vrouw me weer zat is. Gebeurt nog wel eens dat vrouwen me zat zijn. En ja, dat gebeurt wel eens bij mij. Misschien bij jou ook wel eens, misschien ben je ook niet echt populair bij de vrouwen. Maar zo slecht als Wouter doet bij vrouwen, Zo slecht doet geen enkele man het. Dus als iemand nog tips heeft, ze zijn van harte welkom. Kijk, ik zit wel eens bij mezelf te denken, als ik voor 1 januari bijvoorbeeld geen relatie heb, klinkt misschien een beetje gek hoor, maar ik heb gewoon zelf een datum in mijn hoofd bedacht, dan ga ik op Tinder in 2024. Of Tinder helpt, weet ik ook niet. Want ja, ik heb al eens gehoord dat heel veel vrouwen op Tinder alleen maar zitten voor de seks. Nou, ja, een beetje seks. Niks mis mee, maar een echte relatie lijkt me ook wel leuk. Dus niet alleen voor de seks, maar ook
voor het samen thuiskomen of zo, samen boodschappen doen, samen naar de voetbal. Kijk, die dingen die wil ik er ook bij hebben. Het is voor mij niet alleen maar een relatie, voor mij niet alleen maar pompen de pompen de pompen de pompen de pomp, maar ook de andere dingen samen. Maar ja, of dat ooit gebeurt, dat is een andere vraag. Maar op zich ben ik niet tegen het huwelijk. Ik vind het wel iets leuks hebben. Ik weet niet wie het huwelijk ooit bedacht heeft, maar ja. En nog een paar andere dingen over het huwelijk. Hoe denk ik over seks voor het huwelijk? Nou, seks voor het huwelijk moet ze wat mij betreft gewoon kunnen. Kijk, iedereen moet dat zelf weten als je denkt van, nou, ik wacht pas met seks tot ik getrouwd ben. Ook prima. Maar als je het ervoor wil doen, ook prima. Ik kan het alleen wel aanraden, doe het ook een keer voordat je getrouwd bent. Want straks valt het tegen, de seks. En dan moet je weer een hele scheiding aanvragen. Ja, dus dat is een tip van Wout. Of je er wat mee doet, moet je zelf weten. Maar wat mij betreft moet seks voor het huwelijk gewoon kunnen. Ja, dan heb ik nog een vraagje. Zou jij op mijn bruiloft komen? Lijkt me wel leuk als jullie op mijn bruiloft komen. Ik weet niet hoeveel fans ik in die tijd heb. Misschien kijkt ook wel niemand meer. Maar in de tijd dat ik ga trouwen, hoeveel mensen zullen erop? Zou je dan misschien willen komen? Misschien dat ik dan ook een vlog ga maken, een trouwvlog. Dat zou wel leuk zijn trouwens. Ik moet wel een vrouw hebben die in beeld wil. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor mij. Ik heb even een slokje drinken, want met het lullen krijg ik dosje. Nee, maar ik moet wel een vrouw hebben die waarschijnlijk gewoon in beeld wil. Want dan kan ik video's maken met mijn vrouw. Dat lijkt me wel leuk. Dan filmen we natuurlijk niet alles hoor. We gaan niet filmen hoe ons eerste zoon verwekken. Of dochter, wat we nou krijgen. Kijk, onze sekslevens, die gaan we niet filmen. Maar ja, dat is ook wel logisch. Maar bijvoorbeeld een vlog met mijn vrouw, bijvoorbeeld een shopvlog of zo. Vrouw houden namelijk van winkelen. Dus een vlog dat we samen gaan winkelen of zo, dat zou misschien wel leuk zijn. Maar ja, is er nog wat te melden? Nee. Ga ik ooit trouwen? Weet ik niet. Ik twijfel nog. Maar misschien wel. Kom je op mijn bruiloft en zou je zelf ook ooit willen trouwen? En laat me ook even weten met wat je wilt trouwen. Wil je trouwen met een man, met een vrouw of maakt het jou niet zoveel uit? Ik zou wel willen trouwen met een vrouw. Ja, want ik val op vrouwen. Dus ja. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.